Onze gast vandaag in de lunchbreak, Erik Pols, de zakelijk directeur van het Scapino Ballet. Ja, ik vraag altijd waarom. Ja, maar als je gisteren hoort dat je gewoon lekker blijft bestaan, dat je Rotterdam nationaal en internationaal aanzien blijft geven, dan ben je hier zeker het zeer waard om gast te zijn. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade en Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Wij zeggen Erik, zakelijk directeur. Dat klinkt nogal klinisch in een cultureel gezelschap. Wat betekent ballet eigenlijk voor jou? Voor mij is ballet, dat gaat eigenlijk over passie. Onze dansers, het artistieke deel van ons gezelschap, dat zijn mensen met ongelooflijke passie voor wat ze doen. Dat is geen baan wat ze hebben, dat zijn mensen, dat is een way of life. En dat is wat mij betreft ook de essentie van dansen en in cultuur over het algemeen. Dat gaat over passie. Je wilt dat wat jij maakt, laat zien op het toneel, dat wil je met zoveel mogelijk mensen delen. Kan je het zelf? Ik kan het zelf niet. Sterker nog, mijn zus is professioneel danseres geweest en ik moest altijd belangstelling tonen voor wat mijn zus deed van mijn ouders. Klinkt heel enthousiast ook, hè, dat je dat moest. en toen ik oud genoeg was om te zeggen van pa en ma, ik ga niet meer mee, heb ik gezworen om nooit meer naar een dansvoorstelling te gaan. En dat is even anders gelopen. Nou, jou hoef ik het niet te vragen, hè? Nou, ik moet wel zeggen, natuurlijk kende ik... Dat je de aardig uit de voeten kan? Nee, helemaal niet. Nee, dat niet. Maar ik kende Scapino van naam. Tot zij ons benaderde van, kunnen we niet met jullie en Friends in Business dingen samen doen? Een beginnetje meegemaakt tot die coronacrisis uitbrak. Toen ben ik daar wezen kijken. Gaan kijken bij jullie studio's waar ze oefenen. En dan zie je dat daar inderdaad mensen uit heel de wereld samen komen om als topsporter te leven voor een compleet andere beloning dan topsporters die wij uit de topsport kennen. Ja. Maar het is echt fascinerend wat daar gebeurt. Wat is het mooiste wat je op balletgebied ooit gezien hebt? Dat is lastig. Er is eigenlijk moet iets zijn. Nou, ik heb hiervoor ook voor het Nederlands Danstheater gewerkt. En een van mijn grote favorieten is wel het ballet Bella Figura van Jiri Kilian. Dat is een van de allermooiste dingen. Maar we hebben net ook een voorstelling gemaakt met live muziek van Rotterdam Sinfonia in de bak. Er is een voorstelling van Marcos Morau, Spaanse choreograaf. Ook wonderschoon. Echt waanzinnig mooi. En wat betovert je dan? Dat kan je niet zeggen. Waarom word je verliefd op iemand? Waarom vind je dat schilderij mooi? Dat kan je vaak niet uitleggen. Het raakt je of het raakt je niet. En dat is bij dans ook belangrijk. Mensen moeten niet die zaal ingaan met het gevoel van, ik moet iets uitleggen of ik moet het begrijpen. Daar gaat het bij dans helemaal niet om. Het doet je wat, het raakt je, je krijgt er kippenvel van of niet. En alles is goed. Jullie bestaan 75 jaar. Ja. Jullie krijgen sinds 1947 een rijkssubsidie. Ja. Opgelopen tot 1,7 miljoen per jaar. En toen was er begin juni ineens het bericht, Jan Dirk zei dat in de opening, dat gaat stoppen. Weet je nog waar je was toen je het hoorde? Ja, dat was de dag na Pinksteren. En ik werd 's morgens gebeld door de voorzitter van de Raad van Cultuur. Ik kwam net onder de douche vandaan, ik had een telefoontje gemist. Dus ik belde terug en we hadden wat extra geld aangevraagd. En ik dacht van, ik krijg te horen van de Raad voor Cultuur dat dat extra budget aan ons wordt toegekend. Maar de boodschap was totaal anders. Ze zei dat ze slecht nieuws had en dat ze aan de minister zouden gaan adviseren om onze subsidie, rijkssubsidie, stop te zetten. Ja, en vanaf dat moment wist ik even niet meer hoe ik het had, letterlijk. Ik had me er niet op voorbereid en ik was ook even totaal uit het veld geslagen. En het heeft ook even een paar uur geduurd voordat ik mijn collega's daarover kon informeren. Ik moest het zelf even verwerken. Toen wij het, ik kreeg dat telefoontje op 2 juni en het officiële advies van de Raad voor Cultuur is op 4 juni gepresenteerd. Dus ik moest ook nog maar even mijn mond houden, want het was onder embargo. Maar die 2 dagen hebben wij wel gebruikt om een hele goede basis te leggen voor een campagne, een soort lobbycampagne. En toen het officieel was, het advies van de Raad voor Cultuur, toen stonden we eigenlijk al in de startblokken om onze campagne af te trappen. Nou, gaan we het uitgebreid over hebben, over die campagne. Even nog, 1,7 miljoen rijkssubsidie, 1,1 miljoen van de gemeente Rotterdam.
dat samen opgeteld, hoeveel procent is dat van de totale begroting van Scapina? Nou, daar had ik het net over. Wij hebben een eigen inkomstenpercentage, zoals dat dan heet, van 74%. Dus van elke euro die we verdienen, verdienen we 74 cent zelf. En dat is zeker voor de cultuursector een enorm hoog percentage. Dus we hebben een begroting die tegen de 6 miljoen aanloopt. Die Raad van Cultuur is ook een beetje eenzijdig samengesteld, hè? Dan vertelde die me net, ja, dat zeker driekwart van de leden, misschien wel meer, komt uit de Amsterdamse grachtengordel. Hm. En dat is eigenlijk gewoon bezopen dat die mensen beslissen over landelijke initiatieven. Het merendeel van het geld gaat ook naar Amsterdamse initiatieven. Hm. Het wordt hoog tijd dat de Rotterdamse gemeenteraad, misschien wel met Abu Talib voorop, daar is over gaan praten met die mensen. Want dit kan natuurlijk gewoon niet. Zegt dat ook iets over ons, Rotterdammers? Nou, kijk, we moeten ook eerlijk zijn, een hoofdstad heeft overal waar je kijkt in Europa, maar wereldwijd, de hoofdstad heeft over het algemeen het grootste aandeel in het culturele aanbod. Dat is nou helemaal zo. Maar de tweede stad van Nederland, die verdient wel beter. Daar ben ik echt van overtuigd. En ik weet ook dat de wethouder van cultuur hier in Rotterdam daar ook van overtuigd is. Dus ik hoop ook dat we nu de komende 4 jaar, want dat is een cyclus van 4 jaar... dat we de komende 4 jaar gebruiken om ervoor te zorgen dat Rotterdam daar beter in gerepresenteerd gaat worden. Was het een totale donderslag bij Helder Hemel? Ja. Nooit een signaaltje gekregen? Nou, wij wisten wel dat er andere kapers op de kust waren. Want even voor de duidelijkheid, er zijn 4 plekken in de basisinfrastructuur voor dansgezelschappen. En we wisten dat er een 5e sollicitant was voor een van die 4 plekken. Maar het kwam wel als een complete donderslag bij Helder Hemel, omdat we het nooit beter hebben gedaan dan de afgelopen 4 jaar. Ten opzichte van 2016 hebben we onze bezoekersaantallen verdubbeld. Van 45.000 naar bijna 90.000. We hebben termen van aantal speelbeurten hebben we het beter gedaan dan ooit. We hebben in het afgelopen jaar, 2019, kalenderjaar, hebben wij in 70 verschillende steden opgetreden. En alle activiteiten eromheen, ook onze educatieactiviteiten, onze activiteiten op het gebied van, we noemen dat maar even, sociale activiteiten, het aanbieden van dansles aan mensen met Parkinson en Alzheimer en dergelijke, daar hebben we meer gedaan dan ooit. Dus een gezelschap waarvan de Raad voor Cultuur zelf zegt van het is kerngezond, bevlogen en sterk ondernemend. Wij hadden niet het gevoel dat we met dat track record over die 4 jaar, dat we in de gevarenzone zouden kunnen zitten. Die campagne was een ongekend succes. Want die heeft heel kort geduurd, hè? 3 pijlers. Een petitie die door 60.000 mensen is ondertekend. Ja. Een brief van allerlei theaters die het moeilijk hadden. En een politieke lobby. Ja. Die eindigt in een motie in de Kamer. Ja, dat is ongelooflijk. Maar ja, die clips zijn goed, hè. We zeiden van tevoren al tegen elkaar. Hij zei het dan met name van ja, die theaterdirecteur is heel belangrijk geweest. Dat je vanuit die hoek steun hebt gekregen. En ik weet niet hoe het kwam. Maar op social media kwam je in Scapino echt overal tegen in die dagen. Iedereen werd echt massaal opgeroepen te helpen. Ja, ik weet niet hoe het kwam. Dat is jullie gestuurd. Ja. Nou, wij hebben zelf wel de basis voor die campagne gelegd. Die 3 pijlers. Publiek, professionele veld en politiek. Maar wij, sommige dingen kun je niet afdwingen. Je kunt niet afdwingen dat die theaters, die 65 grootste theaters van Nederland, een brief sturen naar de minister. Maar dat is wel gebeurd. Ja. Dus toen op een gegeven moment die petitie, die publiekspetitie, zo'n vliegende start kreeg. En dat we binnen 2 weken al op 40.000 handtekeningen zaten. En toen we zagen dat die 65 grootste theaters van Nederland een brief sturen naar die minister van minister Scapino uit het bestel schrappen. Dat is een onvergeeflijke fout. Dat, zoals ze letterlijk hebben gezegd, dat daarmee vernietig je de ruggengraat van de dansprogrammering in Nederland. Toen dachten we van, hey, hier zitten een paar haakjes om ook de politiek op aan te haken. En dat is goed gelukt. Ga ik je straks van alles over vragen. Eerst even terug naar die petitie. Jenne zei net al, die filmpjes zagen er hartstikke goed uit. Daar gaan we een voorbeeld van zien. En dan beginnen we met de grote Herman van Veen. Zonder Scapino zou ik, denk ik, nooit de man geworden zijn die ik nu ben. Kan toch niet? Scapino weg? Mag toch niet? Is cultureel erfgoed. Het oudste gezelschap van Nederland moet blijven bestaan. Vernieuwend, gewaagd,
en toch voor iedereen. En als het Scapino Ballet wegvalt, dan valt er iets heel belangrijks weg en is het aanbod kaler en meer schraal. Ik zou het dan ook verschrikkelijk vinden als deze kunstvorm zeker bij het Scapino Ballet gaat verdwijnen. En ik heb de petitie getekend omdat ik het heel erg zonde zou vinden als oudste dansgezelschap van Nederland zou verdwijnen omdat hun subsidie stopt. Dus ik maak me sterk voor het behoud van het Scapino Ballet Rotterdam. En ik hoop dat de Tweede Kamer en de minister hier naar luisteren en naar al deze oproepen en zich zullen inzien dat dit niet mag gebeuren. Dus ik zou zeggen, doet u mij een plezier, tekent u deze petitie, red Scapino Ballet. Scapinoballet.nl. Daarmee redt u een stuk van de wezenlijke Nederlandse cultuur. Een stuk van de wezenlijke Nederlandse cultuur, zegt Emma van Veen. Ja. Dat vinden wij zelf natuurlijk ook. Zo. Ja, maar dat is wel een groot ding als zo'n artiest dat zegt. Ja, ik vind vooral het verhaal hoe Herman van Veen ooit met Scapino in aanraking kwam, een topverhaal. Misschien kun je dat nog even doen, want dat kennen wij wel. Maar dat blijf ik een wonderbaarlijk mooi verhaal vinden. Ja, kijk, Herman van Veen is natuurlijk een van de grootste singer-songwriters of cabaretiers, hoe je dat maar wil noemen, grootste artiest van Nederland. En hij voelt zich zo betrokken bij Scapino omdat hij zegt dat hij ooit gemotiveerd is geraakt om het theater in te gaan door een voorstelling van Scapino die hij op school heeft gezien. Dus Scapino is voor hem de reden geweest om het theater in te gaan. Dus hij heeft het gevoel dat hij zijn carrière heeft te danken aan Scapino Ballet. Dat gold overigens voor kinderen van mijn leeftijd en de generaties daarvoor. Hij heeft dat net niet meegemaakt. Nee. Voor al die kinderen, hè? Ja. Dat jullie naar die scholen kwamen en dat je dan ging kijken. Ja. Nou, het Scapino Ballet is opgericht een paar weken na het einde van de Tweede Wereldoorlog door een mevrouw die ervan overtuigd was dat dans het in zich had om, zoals ze toen in de statuten hebben laten optekenen, om weer kleur te toveren op de gezichten van de oorlogskinderen. En vanuit die gedachte is Scapino al die schoolpleinen, al die aula's, al die gymzalen afgegaan om kinderen in contact te brengen met dans en met cultuur. En dat is ook, we zijn ervan overtuigd dat dat een van de redenen is dat Scapino nog zo'n enorme hoge naamsbekendheid heeft. Van de culturele merken staan wij altijd in de top 5. Naast het Concertgebouw en het Metropoolorkest is ook heel bekend. En dat heeft, die grote naamsbekendheid heeft te maken met het feit, met die historie van Scapino. En hoe hebben jullie je nou in de loop der tijd ontwikkeld? Want in die tijd had je ballet en stijldansen, terwijl je nu allerlei andere vormen van moderne dans kent. Ja, nou, we zijn begonnen als educatief gezelschap en het repertoire wat we toen maakten was ook heel verhalend. Er zat een verhaaltje in wat de kinderen konden volgen. En eigenlijk ergens in de jaren eind jaren 80, begin jaren 90, toen is de koers van Scapino echt veranderd en toen is het een eigentijds dansgezelschap geworden. En we hebben nog steeds een hele belangrijke educatieve poot. We doen nog ontzettend veel op Rotterdamse scholen. Maar breakdance doen jullie niet? Nee, we doen niet echt breakdance. En, ja. Maar snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Het is echt eigentijds moderne dans, zoals dat dan heet. Maar wij vinden het, vergeet niet dat als een van de eerste gezelschappen is Scapino met breakdancers en met urban arts dansers gaan werken. Al 15 jaar geleden ging artistiek directeur van het gezelschap, Ed Wubbe, met breakdancers en hiphoppers aan het werk om te kijken hoe je die urban dans kunt verbinden met de academische dans die wij op toneel brengen. Dus wij zijn wel heel nieuwsgierig naar wat er gebeurt op straten en pleinen. Hebben jullie het in het voorgesprek ook nog gehad over wat jullie strategie of tactiek of technische mogelijkheden waren om het zo te hypen op social media? Want dat is natuurlijk ook een beetje jouw ervaring. Ik denk dat daar gewoon een grote rol speelt. Die theaterdirecteur is heel belangrijk. Ik kwam zelf een bericht van Charles Drosten van de theater in Doetinchem tegen. Waar we met René van Rijpen toe hadden gegaan. Als de crisis niet was gekomen, daar ken ik hem dan van. En het helpt natuurlijk altijd als toonaangevende mensen in jouw wereld berichten gaan delen. Maar is het uitspreken. Zo makkelijk? Dit ging wel redelijk makkelijk, ja. En vergeet niet dat het... En dat hebben jullie zelf gedaan? Niet geadviseerd door een partij? Nee. Want dit is wat iedereen wil natuurlijk.
Ja, maar wat wil, kijk, blijkbaar doen ze, kijk, het begint erbij dat zij iets doen wat heel erg tot de verbeelding spreekt. Anders denk je geen 90.000 mensen in een jaar. Ja. En als je blijkbaar ook grote artiesten als Herman van Veen hebt geïnspireerd, willen die mensen graag iets voor je terug doen. Dus het lijkt dan makkelijk, maar het is natuurlijk wel een reputatie die je in jaren opbouwt, Frank. Dat is zo. Ja, ik ben er ook van overtuigd dat die campagne die we gevoerd hebben, die kon alleen maar slagen door het goede track record wat we hebben opgebouwd de afgelopen jaren. Ja. En dan de politieke lobby, want dat is ook jullie vak niet. Nee. Kijk, we zijn een stichting, we hebben een raad van toezicht. En de combinatie van de mensen in ons eigen netwerk, gecombineerd met de mensen uit het netwerk van de Raad van Cultuur, zorgde er wel voor dat we toch goede ingangen hadden bij de nationale en ook de lokale politiek. Ja, maar dat hebben natuurlijk veel meer organisaties. Maar als jij in minder dan 30 dagen een mededeling over het stopzetten van je subsidie kan omdraaien in een kamerbrede motie. Ja, ja dat is... Ja, maar vergeet niet, ik zou niet zeggen ongekend, maar wel bijzonder. Vergeet niet dat het advies van de Raad, of de beoordeling van de Raad door de Raad voor Cultuur van Scapino was heel positief. En dat komt gewoon omdat we de afgelopen jaren het echt goed hebben gedaan, al zeg ik het zelf. En op basis van die hele positieve beoordeling dachten mensen ook van ja, dit mag eigenlijk niet gebeuren. Dus de basis is geweest zorgen dat we verdomd goede dingen hebben gedaan de afgelopen 4 jaar. En daar is het dan ook redelijk makkelijk voor om de politiek achter je te krijgen. En hoe heb je dat gedaan? Benader je Kamerleden dan individueel? Kies je Kamerleden uit? Zoek je de woordvoerders? Ga je brieven sturen? Dat is een behind-the-scenes traject. Dat is maar net hoe de connecties lopen. Hoe liepen de connecties dan? Ja, soms is dat een telefoontje van iemand die iemand in zijn contacten heeft. Soms is dat een brief schrijven. Soms is dat een paar appjes naar een Kamerlid. Dat is een combinatie van allerlei factoren. Hoe heb je dat debat gisteren gevolgd? We zaten natuurlijk aan het scherm gekluisterd. Mm-hmm. En toen de minister zei dat ze zelf ook lastig vond dat dit het advies was van de Raad voor Cultuur. En toen ze zei dat ze bereid was dat als de Kamer haar dat zou vragen, dat ze dan een plek voor Scapino wilde inruimen. Toen dacht ik van, hé, nou, nu komt het wel heel dichtbij. En je wist dat die motie zou komen? Nou ja, dat is... geluk van het CDA? Nou ja, dat is altijd afwachten natuurlijk. We kregen positieve signalen. We kregen positieve signalen. Maar je moet altijd... Zelf zou de politiek... je hebt toch op een gegeven moment... Je wist toch dat die... Dat er iets zou komen. Nou ja, mensen gaan er niet zonder contact met jullie uit het niets ineens een motietje in. Nee, we hadden duidelijke signalen om te geloven dat er een motie zou komen. Ja. Ja. En ook dat die steun zo kamerbreed was. Ja, dat was ook weer eventjes afwachten. Maar we hadden wel het gevoel dat er brede steun zou zijn voor. Hoe kijk jij hier als zakenman überhaupt naar subsidie? Nee, kijk, daar gaat hij ook wat over zeggen. Want hij heeft me van tevoren met een boze blik duidelijk gemaakt dat het woord subsidie eigenlijk volkomen onterecht is. En dat podium gaan we hem zo geven. Wat ik heel goed vind, is dat je als organisatie blijkbaar zo sterk bent, dat Scapino zo'n sterk merk is, dat je 74 cent van elke euro zelf gewoon ophaalt in die stad en buiten die stad, omdat je dan gewoon je voortbestaan garandeert. Als je zoveel mensen bereikt, heb ik geen enkele moeite mee dat je net als onderwijs en andere sectoren iets van steun krijgt. Als je maar aantoont, ook zelf geld uit die markt te kunnen halen. Subsidie, Frank, laat hem dat nog even uitleggen. Ga even rustig zitten. Daar hadden wij het over. Kijk, wat mij wel eens irriteert, is het feit dat in de cultuur wordt ondersteuning altijd in het hokje van subsidie. Subsidieslurpers wordt er dan heel makkelijk gedacht. Linkse hobby getrokken. Maar ik heb het niet uitgerekend, maar misschien wordt de KLM wel meer gesubsidieerd procentueel dan een gezelschap als Scapino. Investeringen in het onderwijs is eigenlijk subsidie, maar dat wordt niet als subsidie gezien. Investeringen in gezondheidszorg wordt niet als subsidie gezien, maar dat is het natuurlijk wel. Dus ik heb moeite met dat labeltje subsidie en alle die negatieve connotaties die daaraan verbonden worden, omdat die investering die in cultuur wordt gedaan, dat is een investering in onze maatschappij. Kan je voorstellen dat ik dan een beetje moeite heb met om investering in cultuur te vergelijken met het zorgen dat je geld hebt om gezondheidszorg aan mensen te verlenen? Maar wat is het verschil? Nou, dat je
in het ene geval een publieke zaken dient. Ja. En in het andere geval niet. Ik ben ervan overtuigd. Daar ben ik echt van overtuigd dat, dat cultuur ervoor zorgt dat mensen met een andere blik naar de maatschappij kijken. Zeker. Het zorgt voor verbreding van tolerantie. Het zorgt ervoor dat, laat ik het kort samenvatten. Ik geloof dat cultuur ervoor kan zorgen dat mensen plezieriger burgers worden. En in dat opzicht vind ik een investering in cultuur ook een directe investering in onze maatschappij. Maar nou is het in de medische sector zo dat je daar commerciële partijen hebt die heel goed kunnen bestaan. Ja. Dus als het dan zo goed gaat, speel ik maar even advocaat van de duivel. Ja, waarom zeg je dan, dan laat je toch lekker zitten, joh, die subsidie. Kijk ook niet die telefoontjes op derde Pinksterdag. Kijk, er zijn natuurlijk ook commerciële producenten van cultuur. Ja. Als je kijkt naar wat er in Amerika gebeurt, daar is cultuur over het algemeen commercieel. Er zijn ook commerciële aanbieders. Maar wat commerciële aanbieders doen, dat is kijken naar de vraag van wat wil het publiek zien? En dan krijg je vaak, dat kunnen hele mooie voorstellingen zijn, maar het is wel vraaggedreven. En wat wij dan doen, instellingen die subsidie krijgen, waar de overheid in investeert, laat ik het zo formuleren, wij worden geacht om de kunstvorm te vernieuwen. En dat betekent dat wij aan talentontwikkeling moeten doen. Dat zou een commerciële producent nooit doen. Dus wij zorgen er wel voor dat uiteindelijk die talenten waar de vrije producenten mee kunnen werken, dat die worden door ons geholpen om zich te ontwikkelen. Oké, en dit is misschien een beetje gek om dans en de term city marketing aan elkaar te verbinden, maar het is ook gewoon goed voor die stad. Ja. Dat je zo'n gezelschap binnen de grens zet, dat is die club hier aan de overkant, die gewoon zorgen in een ander segment van de samenleving voor aanzien. Kijk, Frank, dat is gewoon wetenschappelijk bewezen dat een stad die niet een hele goede infrastructuur, een culturele infrastructuur heeft, is een stad zonder aantrekkingskracht voor investeerders, voor bedrijven. Dan word je een soort Zoetermeer of zo. Dan word je een soort Zoetermeer. Nou ja, met alle respect voor Zoetermeer. Ja, maar een vestigings, goed als vestigings. Mensen dat gaan zeggen met alle respect voor, dan zijn de rapen gaar. Dan weet je waar je aan toe bent. Maar mijn zus woont er, dus wie ben ik om er wat van te zeggen? Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Een goed investeringsklimaat in een stad kan niet zonder een rijk cultureel leven. Geen enkele discussie. Ralf Embrechts onderstreept dat nog. Die luistert vanuit Brabant. Of hij kijkt zelfs vanuit Brabant, overigens. Ja, die kan weer een prijs winnen. Onze vriend Peter van der Wielen van Sanidump. Die stelt weer ter beschikking een aantal van die mooie Bluetooth speakers. En dan kun je mailen naar info@reur.nl. En dan maak je kans op deze speaker. Er zit geen cent subsidie op, hè? Sanidump. De S staat niet voor subsidie, maar is gewoon van Sanidump zelf. Ja. Maar Ralf Embrechts die zegt, dat lijkt me hartstikke mooi om te horen. Via mijn zus leerde ik Scapino kennen, gewaagd, vernieuwend en bijzonder. En dat heb ik weer doorgegeven aan mijn kinderen. Cultuur maakt mensen beter, gelukkiger en dus ook gezonder. Nou, dat was eigenlijk jouw pleidooi van net. Karin vraagt, wat doet het met je als je al die steunbetuigingen leest en met de mensen om je heen? Want dan gaat het om voor te blijven bestaan, maar je komt op een heel andere manier in contact met je publiek. Ja, dat is. Ik kan alleen maar even, kan ik alleen maar met een soort platituur, een cliché zeggen. Daar word ik wel warm van. Het feit dat 60.000 mensen, zonder dat we er echt aan hoeven te sleuren, bereid zijn om naar die website te gaan en hun handtekening achter te laten. Dat toont toch aan dat ons draagvlak in de maatschappij onwisbroken is. Daan vraagt nog, ben je bang dat de politiek haar woord niet houdt? Want er moet nog formeel gestemd worden, hè, donderdag. Alleen die motie is mede ondertekend door een aantal partijen dat samen de meerderheid in de Kamer heeft. Dus is het gewoon gelopen koers? Ik denk dat natuurlijk, we moeten die stemming nog even afwachten. Ja. Maar die motie die is ingediend, die is zo breed ondersteund door de partijen in de Tweede Kamer. Ik heb de minister leren kennen als een heel betrouwbaar politicus, betrouwbare bestuurder. En die laatste 2% twijfel neemt Erik even weg hier, dat snap je wel. En het feit dat er zo'n breed draagvlak is voor die motie, kan eigenlijk niet meer misgaan. Maar nogmaals, je weet nooit, wij trekken pas donderdag de champagne open. Ja.
Kees vraagt, wat heeft Robin Haasen met ballet? Robin Haasen, het mooie ervan is dat filmpje wat we net hebben gezien. Dat is een initiatief geweest van onze dansers. Die hebben gewoon gekeken van wie kennen wij allemaal in Nederland. En dan zijn ze gewoon met een autootje langs gefietst, langs gegaan. En ze hebben die mensen gevraagd om een steunbetuiging uit te spreken. En Robin Haasen is ook een van de contacten van die dansers. En ik weet niet precies wat hij met ballet heeft, maar hij heeft in ieder geval iets met Scapino via een van onze dansers. Ja, maar het zijn wel die dansers en Haasen allebei topsporters. Ik kan me ook voorstellen dat in de training, in voorbereiding op wedstrijd, dat je toch wel een beetje dezelfde dingen ook doet. Dus om lenigheid gaat en flexibiliteit. Absoluut. Nou, zaten jullie gisteren aan de buis gekluisterd bij dat Kamerdebat. Op een gegeven moment wordt helder dat die motie er komt, mede ondertekend, Kamermeerderheid. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat een enorme opluchting is. Zaten jullie daar met het hele gezelschap of amputie? Nee, want een groot deel van het gezelschap is al met vakantie. Dus heel veel mensen hebben gewoon thuis. We hebben een heel internationaal gezelschap, hè, 18 verschillende nationaliteiten. Het zijn allemaal de mensen die naar huis konden. Of Chinezen die bijvoorbeeld, die niet meteen weer naar huis konden. Maar die hebben allemaal vanuit hun vakantieadres op hun telefoontje of een iPadje zitten kijken. En we hebben na die tijd nog wel even een Zoom-meeting georganiseerd om nog even virtueel na te kunnen praten. En wat heeft het met jou gedaan? Dat is bij dat soort dingen vaak zo dat je denkt heel vaak van als het over 2 weken echt zo is, dan ben ik heel erg blij. Maar dan is het zover en dan is het ook wel weer. Het was een ontlading, maar het echte gevoel moet nog indalen. Dit is mijn laatste week voor de vakantie. Ik ben ervan overtuigd dat als ik helemaal lekker tot rust kom, dat het dan gaat indalen en dat ik dan ervan kan genieten. Maar wat hebben jullie gedaan gisteren? Eigenlijk was het gisteren business as usual. Want we hebben gezegd van we wachten donderdag af. Dus het was gewoon gisteren business as usual. Wat is het lelijkste wat je in die periode hebt geroepen? Vul het zelf maar in, zou ik zeggen. Vul het zelf maar in. Nee, dat hebben we met elkaar besloten. En dat meen ik serieus. Dat klinkt ook weer heel clichématig. Maar we hebben gewoon echt gezegd van we weten dat dat debat is op 29 juni. En we gaan onze energie positief inzetten. We gaan ook niet ons afzetten tegen andere gezelschappen. We gaan uit van onze eigen kracht. En ik ben er wel van overtuigd dat die positieve insteek tot dit resultaat heeft geleid. Als wij waren gaan felspuiten over andere gezelschappen, of als we lelijk waren gaan doen over de Raad voor Cultuur, dan hadden we dit resultaat niet bereikt. Dus uitgaan van je eigen kracht en zorgen positief erin gaan. Kan je nog met ons delen wat er in die paar uur is gebeurd tussen het telefoontje van de voorzitter van de Raad van Cultuur en het moment dat jij dan klaar was blijkbaar om je collega's daarover te informeren? Ja, dat is heel simpel. Ik ben gaan hardlopen. Dat was voor mij de manier om er even voor mezelf te bedenken hoe ga ik hiermee om. En pas nadat ik terugkwam van het hardlopen ben ik collega's gaan bellen om het slechte nieuws te vertellen. En hardlopen, dat was. En heb je er in de tussentijd met iemand anders over gepraat? Nee. Op dat soort momenten ben ik heel introvert. Ik moet er eerst zelf op kouwen voordat ik het kan delen. Dus dat was eerst een intern proces. Mooi, hè? Ja. Ja, dat is mooi. Bijzonder. Wat zijn je dromen voor het Scapino-beleid, vraagt Noorda. Nou, dat is wel een interessante vraag. Want wij hebben door dit hele traject. Het gekke is dat we. Het is natuurlijk een hele rare detour geweest. Een hele rare omweg geweest. Maar we hebben het gevoel met die hele campagne die we nu gevoerd hebben, dat we sterker ervan uitgaan dat we donderdag een meerderheid krijgen voor die motie. Dat we er sterker voor staan dan ooit. Onze naamsbekendheid heeft weer een enorme boost gekregen. We hebben echt alle nationale media, RTV, schrijvende pers, social media, iedereen heeft ons weer zien staan. En we hebben echt. We gaan iedereen gewoon eens even poepie laten ruiken de komende 4 jaar. We gaan er een hele mooie 4 jaar van maken. Dus het heeft even wat energie gekost, maar we staan er sterker dan ooit. En we gaan echt hele mooie dingen laten zien de komende jaren. Heb je behoefte aan een laatste woord op de camera aan de mensen die jullie zo hebben gesteund?
Nee hoor, ik kan alleen maar zeggen van Rotterdammers, kom de komende 4 jaar naar onze voorstellingen kijken. Wij gaan ons best doen om voorstellingen te maken die zoveel mogelijk Rotterdammers aanspreken. Dankjewel. Graag gedaan. Mooi. Jij bedankt. Ja. Donderdag zijn we er weer. Ja, bijzonder verhaal van een bijzondere vrouw. Tara Boksman is hier. Dat is niet direct een bekende Rotterdamse, maar heeft wel een fantastisch verhaal te vertellen. Groeide op in een Jehovah-gezin. Werd op haar 16e moeder. Is uit dat milieu ontsnapt. En is nu genomineerd als zakenvrouw van het jaar in onze stad. Dus ja, dan heb je een mooie weg in het leven afgelegd. Ja. En ze heeft een boek daarover geschreven. Daar komt ze van de week over vertellen. Hartstikke leuk. Nou, dan weet jij wel wat je donderdag om 12 uur te doen hebt. Tot dan. En voor nu, je was een fantastisch publiek. Dag. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade en Jax.nl.